Goedenavond allemaal. Welkom bij de Diabeter Live uitzending van woensdag 29 januari 2020. Het eerste van dit nieuwe jaar. We hopen dat jullie die allemaal goed en gezond zijn begonnen. Hey, we gaan praten over een nieuw jaar. Want het betekent nieuw jaar, nieuwe kansen. Ik word er zelf altijd heel erg blij van nieuwe jaren. En we zijn ook omdat we vorig jaar 2019 op diabetesgebied best goed hebben afgesloten met de vergoeding van de FGM, Flash Glucose Monitoring. Dat was echt dankzij de meiden, dat wil ik toch nog één keer noemen, van sensorvergoeding. Loes en Orietta, die hebben dat met een grote groep mensen achter zich, maar toch maar mooi voor elkaar gekregen. En daar hebben ze echt duizenden mensen, hè Nienke en Henk-Jan, duizenden mensen echt intens blij mee gemaakt. Dus nogmaals chapeau voor jullie meiden, maar we zijn er nog niet. En daar gaan we het onder andere ook vanavond over hebben. Want er gaat in de technologie gaan er bizar veel veranderingen aan zitten komen. En dat gaat sneller dan dat we in de afgelopen jaren ooit hebben gekend. Dus de type 1 diabeteszorg gaat veranderen. En daardoor gaan we het ook meer hebben over CGM. Continue glucose monitoring. Maar die wordt nog niet altijd en voor iedereen vergoed. Dus dat is ook waar we in 2020 verdomd hard mee aan de slag moeten. Daar gaan we het vanavond over hebben. Nieuwe technologieën, vergoeding van de CGM. En waarom zijn we eigenlijk allemaal nog niet tevreden met nu we die flash glucose monitoring vergoeding binnen hebben. En willen we toch nog ietsje meer dan dat. Vergoeding ook voor de CGM. Ik ga het vanavond daarover hebben. Nienke Waalwijk zit aan tafel. Ik zeg altijd, mijn collega gebruiker, ook van het 670G systeem. Welkom Nienke, ook vanavond hier aan tafel, maar ook als nieuwe collega bij Diabeter Rotterdam. Diabetesverpleegkundige, hartstikke fijn. Welkom bij de club en fijn dat je aan tafel zit. En jij breng vooral ook, daar zitten we op te wachten, ook je eigen inbreng in het geheel in. En een oude bekende, ook voor jullie. Ook dit jaar zit hij er weer, Henk-Jan Aanstoot. Hey, Henk-Jan, vorig jaar, ik noemde het net al, mooi afgesloten met de vergoeding van de FGM. Ja. Waarom willen wij nu nog meer? Dat wordt wel gezegd, dat wordt mij af en toe, niet persoonlijk, maar zo jongens, zijn we hier niet al blij genoeg mee met alleen de vergoeding van de FGM? Waarom nou nog ook de CGM-vergoeding? Nou, daar zijn je zeker blij mee, want het is een hele stap. Ja. Want laten we even wel zijn, als we helemaal teruggaan naar de oorzaak van de ziekte, dan heeft de beta-cel, de insulinecel, twee taken. Insuline maken en meten. En dat insuline maken, dat weten we al, met pennen en pompen. En dat meten hebben we heel lang gedaan met vingerprikken en dergelijke. En nu zijn we eindelijk de laatste 15 jaar al met sensoren begonnen. En die sensoren worden nu aan de pomp gekoppeld. Dus we gaan nu weer een stap maken. Ja. En die stap is niet bedoeld om het allemaal ingewikkelder te maken, maar eigenlijk om het makkelijker te maken en beter. Mm-hmm. Want daar gaat het uiteindelijk om. Kunnen we de zorg nog veiliger maken? En kun je met diabetes eigenlijk technisch gezien niet bijna naar normale waarden komen? Anders zegt technisch genezen worden. Ja. Ja, want die technische genezing, daar hebben wij samen het vaker al over gehad in de uitzending. Die arme Nienke, die krijgt een hoed. Dat heeft niks met de diabetes te maken, hoor mensen. Ja. wij lullen de boel even aan elkaar. Hey, die technische genezing, die komt nu echt dichterbij dan ooit, hè? Nou, die is er eigenlijk al, hè. Er zijn al genoeg voorbeelden van dat het technisch kan. Het is alleen qua schaal, qua veiligheid, allemaal nog in de laatste stap. Mm-hmm. En daarom is het jaar wat je net zegt al bijzonder. Want we gaan nu eigenlijk wel weer een stap maken naar een volgende generatie techniek. En dat is eigenlijk ook wel nodig, omdat we toch nog wel weten dat we zijn heel eind gekomen. Mm-hmm. Ik heb zo'n plaatje laten zien van wat we allemaal hebben gehad, maar dat is net als wat er altijd gezegd wordt op veel dingen, better is not good enough. Nee. We hebben nog een stap nodig om echt in de veilige zone te komen, dat je zonder, zonder gedachten over gaat het wel goed met mijn diabetes, krijg complicaties verder komt. Ja. Dus dat is eigenlijk de belangrijkste reden. En als ik een plaatje kan laten zien, dan zijn we gelukkig al. Want ik heb dit jaar 37 jaar type 1 diabetes. Ik vertel nog wel het verhaal, dat is echt uit de oude doos ondertussen. Maar toen ik werd gediagnosticeerd, waren er nog ineens vingerprikapparaten. Ik moest één keer in de twee weken, werd op één bloedsuiker werd in het ziekenhuis geprikt. En daar werd mijn insuline op ingesteld. Ja. Daarna is het eigenlijk best een paar jaar hard gegaan. Maar heeft het ook een aantal jaar ontzettend stilgestaan.
Tot ja, nu. Nu gaat het echt hard. Het gaat altijd met hort en stoten ontwikkelen. Ja. En dat heeft te maken met dat er eerst een idee moet zijn en dan moet het ook nog werkelijkheid worden en toepasbaar. Ja. En we zijn natuurlijk de 3000 voor Christus, 1000 voor Christus. Ja. De Romeinen die zagen dat de mieren naar een plas liepen van iemand met diabetes. Ja. Dus urine was toen de enige manier. En toen jij het kreeg, was dat waarschijnlijk ook nog zo dat je met bokalen urine... Ja, ik moest, moest plassen over stripjes heen en grote bokalen. En dan stond er een dokter die keek heel wijselijk naar het getal en die zei, nou je moet wat meer spuiten. Ja. En dan dacht jij, ja wacht, ik heb al hypo's genoeg. We zijn toen naar de bloedsuikermeters gekomen en al heel lang is die droom er van, kan het vanzelf geregeld worden? En op de plaatjes, ik weet niet of die in beeld zijn al, daar zie je ook dat, dat eigenlijk dit meisje wat hier op die foto staat, eigenlijk de eerste is die echt aan een automatische pancreas lag. Ja. En wanneer hebben we het over? Hier hebben we het over eind jaren 60. Eind jaren 60, oké. En dit fotootje kennen heel veel mensen van die meneer met dat ding op zijn rug. Wat overigens nooit goed gewerkt heeft. Iedereen gebruikt dit als plaatje, want dat was de eerste automatische pancreas, maar dat is eigenlijk niet echt waar. Niet waar. En je ziet hier nog wat eerste meters in pompen en pennen. En wat dat heeft gebracht is eigenlijk wel een heleboel, want uiteindelijk hebben we daardoor gewoon de stap kunnen maken van handbediening, pen, pomp en sensor apart, naar de eerste stap die we nu maakten in de techniek een aantal jaar geleden. Mm-hmm. De pomp die stopt als je laag gaat zitten. Ja. Als je laag was. Toen zijn we gegaan naar de pomp, die stopte van tevoren, die had het al eerder door. Nu zijn we bij wat we noemen de hybride closed loop, het systeem wat al met elkaar alles schakelt, de boven- en de ondergrens kan regelen. Ja. Maar nog niet zo goed dat hij ook het eten erbij kan regelen. Nee, nog niet hè. Maar daar zijn we heel dichtbij. En dat gaat dit jaar en volgend jaar, 2020-2021, gebeuren. Ja. En eigenlijk zijn de eerste closed loops er al. Hè. In Reda, bij Robin Koops heeft al een model waar die hopelijk in januari meer over vertellen kan wat de CE-keur betreft. Dus spannend. We weten dat iLet, een Amerikaans bedrijf, daar aan werkt. We hebben hier zelf in Nederland al met Medtronic gepraat van wanneer komen die stappen. Ja. Nou, 2021 wordt een jaar waarin er dingen op de markt komen die die zaken gaan overnemen. Ja. Ja. Robin Koop zei op een congres met dokters en verpleegkundigen, ik ga jullie wegautomatiseren. Nou, dat is eigenlijk daar wel heeft hij een punt, hè? Laat ik even al bij mezelf beginnen. Ik ken ook een hele grote groep 670ers gebruikers nu met het systeem. Hebben we ze nog wel nodig eigenlijk? Tuurlijk, maak je niet al te hard zorgen, maar wel aanzienlijk minder. De zorg gaat veranderen. En een heel belangrijk aspect is dat we niet meer allemaal naar elkaar toe gaan, naar het spreekuur, maar dat de data het hanteermiddel worden om met elkaar te praten. Ja. Helemaal vervangen van bezoeken gaat natuurlijk nog niet. Nee, want we moeten ook onderzocht blijven worden. Er kunnen andere dingen zijn, er kunnen andere redenen zijn. Je moet bij die techniek ook nog steeds wel dingen doen. Hè. Straks niet meer in de zin van je bloedsuiker regelen, maar wel het slangetje vervangen en de pomp vullen en noem maar op. Hè. Ja. Dus er zijn altijd handelingen en motivatieaspecten die eraan komen, maar ik ben wel van mening dat we daar heel dichtbij zitten, dat glucose sturen, wat we ingewikkeld allemaal gedaan hebben met pennen, met een beetje meer, een beetje minder, met een bazaalstand zus en zo, dat over een paar jaar gewoon verdwenen is. Verdwenen is zelfs, wauw. Ja. Daar word ik altijd heel blij van dat soort uitspraken. Jij niet? Ja, heel. Hé, want hoe lang heb jij type 1 diabetes? Begin dit jaar 15 jaar. Oké. Okay. Ja. Dus je hebt een jubileum dit jaar. Een jubileum 15 jaar. Ja. Yes. Ja. Hé, jij zit nu ook, denk ik, bijna anderhalf jaar op die 670. Ja. Wat heeft jou dat gebracht? Heel veel meer slaap. Dat ten eerste, dat is echt heel fijn. Ja. Een stukje, af en toe ietsje meer werk, maar voor veel meer resultaat. Oké. Okay. Hij vraagt af en toe wel extra dingen ten opzichte van de vorige die ik had. Ja. Maar daarbij resulteert het in gewoon veel meer. Mm-hmm. En waar resulteert het dan in? Waar heb je het dan over? Ja, time and range, echt verbeterd. Ja. Ja. Van 74 naar nu 89. 89% ja, time range. Ja, niet heel veel meer effort. Nee. Wel met een stukje lifestyle change, maar dat wel. Dat zijn getallen, Henk-Jan, waar jij en Henk Veese, denk ik, toen jullie 13 jaar geleden diabetes startten, bijna jezelf om zouden uitlachen. Dat we nu een groep patiënten hebben. We hadden het daar laatst over en toen zeiden we, straks zijn er patiënten met een vrijwel normaal HbA1c en met bijna geen uitschieters meer. Ja, dat komt wel ooit, hahaha. En toen zeiden we ook nog bij, dat zeiden onze opleiders ook al tegen ons. Professor Bruining zei dat al toen ik klein was, zeg maar. Ja. En toen zei de patiënt ook in de zaal, professor, dat heeft hij als 10 jaar geleden verteld. Maar nu zijn we echt zo ver gekomen. Ja. En ik vind dat wel een heel belangrijk punt, want wat jij net zegt over die slaap,
Dat is, we weten nog heel weinig van hoe het precies zit bij diabetes, als je goed naar kijkt. Ik heb een plaatje meegebracht, mag ik dat even laten zien? Van iemand van internet. Dit is van een gebruiker van een open loop systeem. Die heeft zelf de een loop systeem, vertel, want dit, dat is een opkoming, hè? Dat is althans mensen die zelf, we're not waiting, die gaan het zelf. Ja, maar waar staat loopen voor? De loop staat voor de closed loop, voor de verbinding tussen de glucosemeter en de insulinepomp. Ja. En die moet aan elkaar gekoppeld zijn, gekloosd zijn, die cirkel. En waarom ik dit plaatje laat zien is omdat ik het een prachtig voorbeeld vond toen ik dit Twitterbericht zag. Van iemand die twee nachten zie je hier. Ja. Je ziet hier 5,7 is het waarde op dat moment. 6,1 is een andere nacht. Dat lijkt exact hetzelfde te zijn, prachtige toch? Waarde s'nachts. Ja. Ja. Je ziet een groen lijntje lopen, stippellijntje. Hier in het midden wat de glucose over die nacht was. En in het blauw zie je de insulinebehoefte. Oh, ik ga hem draaien. Dat is niet bedoeld. In het blauw zie je de insulinebehoefte. Ja. En je ziet dat de insulinebehoefte de ene nacht en de volgende nacht volstrekt verschillend zijn. Bizar. En dat hebben we ons natuurlijk veel te weinig gerealiseerd. Wel gezien aan de getallen. Maar de noodzaak van insuline wordt niet alleen maar bepaald door je eten en je activiteit. Er zijn zoveel factoren, 42 factoren. Ja, die noem jij, hè? Dat is toch altijd indrukwekkend, vind ik. Dat je 42 factoren zijn die je bloedsuikers beïnvloeden. Ja. Dus dan lopen wij met z'n allen een beetje ons best te doen om koolhydraten te tellen. Maar dan ben je er nog niet. Nee. En dat kan je dus ook voorstellen als er 42 factoren van de sommige misschien wat meer en minder werken in een vergelijking zitten, dat handmatig of menselijk niet goed op te lossen is. Ja. Dan is techniek bijna de enige oplossing en misschien ook wel de zegening. Natuurlijk zitten daar nadelen aan je apparaat, aan je lijf en noem maar op. Ja. Maar als je het echt wil oplossen en je wil veilig door je leven wandelen, dan wordt techniek echt een stap die we niet moeten vergeten en daar naartoe moeten gaan. Ja. Techniek is eigenlijk al de volgende stap. Willen wij ook als patiënten niet meer quasi tevreden zijn met te hoge HbA1c's, dan is dit misschien wel de enige manier om het echt goed te gaan doen. Heb je daar vragen over? Wil je daar meer over weten? Stel ook vooral al je vragen en like ons even. Daar worden we altijd namelijk heel blij van al die likes. En nogmaals, stel gerust jullie vragen daarover. En Nieke, jij wou net even ook wat zeggen van dat je... Ik zei, we moeten ook als patiënten zelf niet altijd meer tevreden zijn met quasi goede instellingen en uitkomsten. Nee, dat klopt. Wat je heel vaak nog hoort en in het land, als je dan veel toch op pad bent en veel mensen spreekt, hoor je nog regelmatig mensen die verbijsterd zijn over het feit dat, als ik voor mezelf spreek, een hele goede klik met mijn team heb, met mijn behandelteam. En ook mijn vragen kan stellen, maar zij ook vragen aan mij stellen. Maar ook dat ik zeg van, goh, hoe doen jullie nou eigenlijk hier zo gemiddeld? En hoe kom ik tot de beste diabetesbehandeling? En dat dan iemand in huilen uitbarst en zegt van, ja, maar ik vraag al lang om dit, maar ze vinden het niet goed en ik mag dit en ik mag dat niet. En dus niet op hun plek zitten. Ja. Dus ik vind als patiënt zijnde moet je ook gewoon zelf heel kritisch worden. Nou, wat zijn mijn doelen? Wat wil ik? En welke behandelaar gaat mij dat geven? Yes. Snap jij, Henk-Jan, dat het namelijk ook, want die krijgen we ook van, we hebben gelukkig heel veel ontzettend goede collega's hier in het land. Diabeteszorg in Nederland is niet een van de slechtste op de wereld, absoluut niet. Dus er werken ook collega's van ons snoei en snoeihard. Maar het bijbenen van al die loopers en van al die nieuwe systemen, dat wordt zelfs voor collega's intern hier bij ons bij Diabeter lastig. Maar snap jij als arts zijnde, als ook collega van een van die anderen, dat het lastig is om dat bij te blijven benen? Nou, ik snap het wel, maar ik begrijp het niet. Niet? Okay. Ik wist dat je dat ging zeggen. Leuk. Wat ik snap is dat we allemaal geleerd hebben, patiënten en behandelaars, wie het ook zijn, dat we stapje voor stapje verder gaan. En we komen nu op een moment dat we eigenlijk moeten zeggen, we gaan niet stapje voor stapje verder, we gaan met het beste beginnen. Ja. En je moet eigenlijk dus gaan kijken van, wat is nou de allerbeste behandeling op dit moment? En dat geldt niet alleen voor mensen die het net krijgen, maar ook vooral voor mensen die het al een tijd hebben. Ben je eigenlijk al op het juiste pad? Want heel vaak doen we er nog een stapje bij. Gaat het niet met de pen, zou je de pomp proberen. Gaat het niet met de pen, zullen we de sensor proberen of de FGM. Eigenlijk moet je zeggen, wat is eigenlijk nou normaal? Wat is nou eigenlijk nodig? Wat zijn de doelen? Ja. En als je heel bot bent, moet je zeggen, de doelen zijn om zoveel mogelijk normale waarden te hebben. Time in range te halen, enzovoort. En niet van, kan ik het nog een beetje beter doen? Dus we beginnen aan het verkeerde end zo nu. Ja. En dat begrijp ik er niet van. En ik nee, denk want dat wordt nog steeds aangeboden. Bij net nieuw gediagnosticeerde diabetes, laten we maar met zo min mogelijk beginnen. Nou, dat doen wij zelf ook nog. We zijn nu aan het veranderen, nu de sensorvergoeding makkelijker is met de Libre en dergelijke. Ja. Maar als je nou naar de dokter gaat en je hebt iets heel ernstigs en de dokter zegt, wat wil je? De
methode die het meest op de natuur lijkt of de methode die het minst op de natuur lijkt. Ja. Dat zeg je dan. Dan wil je de meest op de natuur. Dan wil je eigenlijk naar die closed loop toe. Ja. En ik denk dat we moeten gaan begrijpen dat dat kan, dat die technieken er zijn. En dat dat ook de reden is waarom Loes en Orietta nog verder gaan en moeten. Ja. Want willen we die stap bereiken, dan moeten we dus met elkaar zorgen dat dat wat oplevert. En dat het ook de moeite waard is en dat mensen daar gelukkig en gezond van worden en blijven. En dat heeft niet voor iedereen op dit moment alles. Hè. Niet iedereen moet morgen over, dat gaat ook helemaal niet. Er zijn mensen die hebben best moeite met techniek. Dat zag je bij de mobiele telefoon ook. Ja. Die zien we ook in de Facebookgroep, toch? Ja. Het is... En dat mag maar moet ook, de techniek dan niet makkelijker dan worden? Zodat het wel voor iedereen toegankelijk wordt. Dit is even, ik geen idee. Dat zou natuurlijk super zijn. Voor hoeveel meer mensen het toegankelijk wordt, hoe fijn natuurlijk. Want je ziet ook de hele verdrietige verhalen van mensen die er gewoon niet uitkomen. En of de vergoeding niet krijgen, of de knoppen te hard zijn om in te drukken, of niet leesbaar. Nou, dat is een belangrijk punt. De techniek moet makkelijker, dat kan ook gelukkig. Ja. Dat wordt ook steeds makkelijker. Ja. En vroeger zei ik altijd voor de grap, we zijn net de Belastingdienst, leuker kunnen we niet maken, makkelijker wel. Maar ik geloof dat tegenwoordig een verkeerd grap is. Ja, er zijn heel veel hele verdrietige mensen door die Belastingdienst. Maar het is wel zo, we moeten het wel makkelijker maken. En dat wordt gelukkig gedaan. En eigenlijk moet je naar die stap van Robin Koops toe, die zegt van we moeten het wegautomatiseren. Eigenlijk moet die glucose zorg moet weg, voor zover dat kan. En dat kan eigenlijk, op een haar na kan dat voor een heel groot deel. Dat zie je aan de resultaten. Van hem, van anderen, van onze technieken die we nu al gebruiken. Ja. Met alleen insuline. Wat we al verbazingwekkend zeiden. Van we hebben nu mensen die een HbA1c van 6,2 hebben. Ja. Of van in de 40. Ja. Zelfs in de 30. 30. Nou, dat hebben we nog nooit. Zonder hypo's. Dat hebben we echt nog nooit meegemaakt. Bijna nul hypo's. En maar dat is dus nog wel werk, hè? Want dat zei je al, ik moet wel af en toe wat doen. Ja. Wat moet je nog allemaal doen? Want ik vind het systeem van de 670, en dit is niet om het alleen over de 670 te gaan hebben, maar ook voor alle nieuwe systemen. Die worden natuurlijk door de industrie op de markt gebracht. Jongens, de oplossing voor iedereen. Ja. Daar moeten we ook anders naar gaan kijken. Ja. Want klopt het? Het moet bij je passen. Ja. En ik snap dat er mensen zijn die andere dingen kiezen. Ik ben hier heel blij mee. Yes. Ik had echt van die eye-openers toen ik dit systeem gebruikte. Dat iemand mij vroeg om te presenteren in het begin. Van kun jij misschien nog ergens een keer de komende week een foto maken van je pomp. Dat je 's ochtends met een normaalwaarde van 6,3 ongeveer wakker wordt. Dus nou 90% kans dat het morgenochtend is. Yeah. Dat had ik 10 jaar geleden never nooit niet kunnen zeggen. Daar had ik denk ik een maand voor nodig geweest als ik het al gered had. Dat kon ook niet. Dat kon ook niet. Nee, die was er nog niet. Je was wel een beetje gek als je ging doelen op zo'n lage bloedsuiker bij je ochtend. Dan had je vast 's nachts een hypo. Ja. De insulines zijn sterk verbeterd, langwerkende insulines zijn gekomen, die echt langwerkende. We hebben meer keuzes gekregen op dat gebied, dus ook zonder een pomp komen we al een heel eind. Nog sterker, we zien dat mensen met een pen en een sensor een heel eind kunnen komen. Dat is misschien een stap die sommige mensen al wel willen maken en dat zou ook een heel belangrijke stap zijn. Nou, mensen die heel graag willen en het dus niet voor goed krijgen, daar zie je echt verdrietige dingen over. Dat ik denk, het is zo zonde. Dat die mensen die zo graag willen en zo graag ook de goede behandeling willen en ook gewoon goed een goede nacht willen hebben. Ja. Maar ook ouders met kinderen die ook gewoon weer eens willen slapen. Die het toch niet dan kunnen of mag. Nee, want die vergoeding, dat is eigenlijk de afgelopen jaren de allergrootste frustratie geweest. Ja. Ik denk ook van behandelaren. Laten we dat ook, word niet boos op je eigen team dat je hem niet krijgt. Want het is voor hun natuurlijk ook ontzettend frustrerend geweest en nog steeds. Maar juist de hardlopers die echt hun beste aan het doen zijn en dan gelukkig een HbA1c onder de 64 hebben kunnen halen, die gewoon geen vergoeding krijgen. Ja. Dat is niet te doen, toch eigenlijk? Nou kijk, het is net als autorijden. Ja, je moet eerst je rijbewijs hebben. Je moet je rijbewijs hebben, maar het is wel fijn als de vooruit open is. Ja. Dat je er doorheen kan kijken en dat doe je met een sensor en je hebt nog een achteruitkijkspiegel waar je was en je weet waar je heen gaat. En als we willen dat mensen goed met hun glucose aan het rijden zijn, dan is techniek eigenlijk de enige oplossing. Anders blijft het behelpen. Ja. En dat is in heel veel landen zo gezien. In Nederland zijn we nu één stap verder met de FGM. Dat is een hele stap, gelukkig. Ja. En we zullen ook moeten laten zien dat dat nuttig is. Ja. Maar wil je echt naar de lagere waardes toe, dan zullen we de CGM ook hard nodig hebben. Hey, en waarom, en daar blijven we elke keer, maar dat blijft toch belangrijk, waarom is het zo ontzettend belangrijk om zo laag mogelijk, geen hypo's, hè, daar heb ik het niet over, maar zo laag mogelijke bloedsuikers te behalen? Nou, het lichaam is gemaakt voor bloedsuikers tussen de 4 en de 8, zeg maar, grofweg. En daarboven gebeuren er allerlei dingen.
Dan verouder je sneller, je hersens doen het minder goed. Mm. En dat is aan de boven- en de ondergrens hetzelfde. Dus te hoog en te laag is eigenlijk slecht. En dat weten we, dat zien we aan de getallen. Uiteindelijk is diabetes wat dat betreft een, nou ja, zelfs een sluipmoordenaar. Dat je stiekem je leven kan verkorten, gemiddeld 12 jaar. En, dat is best veel, hè? Vind je gemiddeld, niet? Hè? Dat is niet voor de mensen. Zijn wij niet, hoor. Hey, box. Gemiddeld. En bovendien zijn we aan het inhalen, we zijn aan het verbeteren. Ja. Maar dat kan ook alleen maar door nu de stap te maken dat we nog nauwkeuriger met die bloedsuikers uitkomen. Ja. En dat is een hele job. Dat weten we. Ja. Dat hebben we het al eerder over gehad hier. Ja. En nu is het jobje ietsje kleiner aan het worden. En, maar we verwachten dat die job eigenlijk straks overgenomen gaat worden. Ja. Het zal raar zijn, maar dan moeten wij wat anders gaan doen. Maar lijkt me mooi. Godzee van tijd krijgen wij dan. Nou. Nee, even en er zijn natuurlijk heel veel systemen, want we hebben het nu een paar keer over de 6, 7. Ja, dat is om maar. We hebben een lijst, hè? Want we hebben het over de loopers. Hè? Dat zijn mensen die zelf systemen bedenken. Zelfs de 670 is nu binnen 2 jaar. Er schijnt alweer een volgende versie op de markt te gaan komen. We hebben het over de Tandem X2, waar je ook een stuk hebt opgeschreven op onze website. Personal Closed Loop on Duo Control IQ, Basal IQ. Nou, prachtige termen. Ja, het zijn fantastische termen. Wat gaat er allemaal aan zitten te komen, Henk-Jan, dit jaar? Nou, ik weet nooit precies wanneer dat komt. Hè, want de industrie moet niet alleen iets maken, maar het ook goed maken. En het moet gekeurd worden enzovoort. Ja. Maar ik ga er wel vanuit dat dit wel een jaar wordt waarin er een paar stappen komen van verschillende bedrijven. Ja. En dat zeg maar de keus om bewaking voor je hypo's te krijgen wordt groter met meer merken. De keuze om naar een pomp te gaan die niet alleen maar de boven- en ondergrens bewaakt, maar ook je eten kan regelen. Ja. Komt met de closed loop en met de bijna closed loop om de hoek. En het zou zomaar kunnen dat dit jaar daar in ieder geval de aanzet voor wordt. Ja. En niet dat iedereen dan zegt ik moet hem hebben. Want nogmaals, daar moet je persoonlijk een keuze maken. Er zijn mensen die omarmen techniek snel. Ja. Er zijn mensen die wachten, liever kijken de kat uit de boom. Ja. Maar bedenk bij je behandeling wel, wat heb ik nodig, waar wil ik naartoe? Ja. Maar het stellen van doelen gaat misschien, als je die goed en duidelijk hebt, gaat misschien ook wel bepalen voor welk systeem jij zou moeten gaan kiezen. Ja, of niet? Dat is denk ik heel waar. Ja. Aan twee kanten, want het moet ook betaald worden. Er zit ook een financiële kant aan. Dus alleen maar dingen opplakken en weglopen, dat gaat niet werken. Dat is net als je mij in een Formule 1 wagen zet, gaat niet werken. Gaat niet werken, aanstoot ook. Dan moet ik getraind worden. Ja. Je moet er mee leren omgaan, bedoel je. Ja. Ja. Dus daar is wel wat tijd voor. Ik zou alleen wel hopen dat heel veel mensen de komende tijd een paar stappen kunnen maken. Ja. En de FGM is, laten we wel wezen, een hele goede stap geworden om te gaan kijken wat gebeurt nou eigenlijk met die bloedsuikers. Yes. Want daar kijk je nog niet continu door de voorruit. Je moet even je voorruit pakken met je swipe. Ja, maar want wat is nu het allergrootste verschil tussen FGM en CGM? Nou, eigenlijk zijn het allebei sensorsystemen waarbij alleen het moment waarop je ernaar kijkt anders is. Mm. En bij de FGM moet je even swipen en dan zie je het. En bij de CGM zit er eigenlijk een dashboard voor je neus of in je broekzak. Mm-hmm. En het tweede voordeel is dat bij de CGM er alarmen op zitten, hoewel dat bij de Libre in de toekomst en de FGM ook zal komen. Ja, en dan is het eigenlijk een CGM geworden. Ja. En dat betekent eigenlijk dat we dus het dashboard voor dagelijks gebruik in de buurt hebben. Alleen zou je straks nog willen dat je niet meer handschakelen hoeft, maar dat de automaat werkt en dat net zoals de auto straks vanzelf gaat rijden, ook de insuline aan, uit en eventueel andere stofjes aan, uit vanzelf gaan. Ja. Maar ik ben daar, we hebben het gezien, hè. Het bestaat. Nee, maar jongens, we hebben nu 2 jaar dit systeem op de markt en binnen 2 jaar komt er alweer een volgend systeem. Ja. Dus ik vind het wel spannend eigenlijk. Ik vind het superleuk, Nick, kom maar op. Ja. Ik vind het alleen zo jammer dat je altijd weer, als je een keus gemaakt hebt, dat je eigenlijk weer een keus maakt voor 4 jaar. Ja. Mijn telefoon gaat niet eens zo lang mee. Nee. Dus nee. Ja, dat staat natuurlijk op de helling, want kijk, niet alles kan tegelijk omgegooid worden. Maar je kan je voorstellen dat, wat we bij Diabetes ook doen, dat we met de verzekeraars praten over hoe de uitkomsten zijn. Ja. En als je uitkomsten kan verbeteren met een stap die eraan komt en die iemand nodig heeft, dan kan je veel makkelijker ruilen, switchen en dat soort dingen doen. Daar zijn we denk ik dichtbij ook, want nogmaals, je kan voor je gezondheid niet 4 jaar iets slecht laten borrelen.
Nee. Dat moet aangepakt worden. Nee. Alleen, dan moet de patiënt ook met ons die afspraak maken. Ja. Zeg, nou, je moet wel je pomp blijven uitlezen. Ik bedoel, je moet die dingen up-to-date houden. Heel praktisch gesproken, voor de verzekeraar hebben wij de afspraak dat als we die sensor willen vergoeden, dat we ook moeten kijken of het werkt. Ja. En dat betekent dat we met de patiënt, net zoals bij hotel of bij andere, bij je onderhoud van je cv, een service level agreement gaat maken. Van wat spreken wij samen af, wie gaat er kijken, wanneer en hoe doen we dat. En dat is denk ik heel goed, want daarmee is de kans dat de patiënt in de lead blijft ook groter. Dat vind ik ook heel belangrijk. Dat is met data ook nog wel een punt misschien om te bespreken. Want daarmee kun je ook doelen stellen en per jaar gaan zeggen, nou, het gaat hartstikke goed, we gaan zo door. Ja. Of misschien moeten we wat anders doen. Daarbij tegen denk ik ook dat het heel belangrijk is dat patiënten ook steeds meer in de lead gaan zijn. Want van oudsher is natuurlijk van de dokter zegt, dokter bepaalt dit gaan we doen. En de tendens wordt nu wel dat de patiënt zegt, ik wil dit bereiken, hoe gaan we dat doen? Ja. En ik heb je nodig om dat te bereiken. Nou, de tendens was er al, dat wij met de 670 gebruikers en ook andere nieuwe technologie, de loopers, ook jullie als artsen en verpleegkundigen gaan vertellen zijn hoe het eigenlijk zou moeten. Ja, ik word een minderheid letterlijk. Ja, natuurlijk. Nee, maar dat is ook denk ik wel heel fijn, want wat je zegt is waar. We hebben voor het eerst gemerkt dat patiënten met die nieuwe techniek zo snel ervaring opdoen, dat we ze eigenlijk hard nodig hebben om de volgende groep daarmee te trainen. En een ander punt wat speelt is, laten we wel wezen, een jaar heeft 8700 uur ongeveer. En wij zijn er misschien 3 uur van. Ja, als behandelaar. Wat wil je dan met een ziekte doen? Ja. Nee, absoluut. Dus je moet dat zelf doen. Ja. En alleen het is zo verrekte moeilijk om continu die motivatie daarvoor te vinden. En dan kan techniek dus en voor het vereenvoudigen gebruikt worden, en voor het verbeteren. Ja. En voor alles wat daar omheen komt. Ja. Yes. Jongens, de vragen stromen nu binnen. Dus hartstikke fijn, goed zo. Maaike geeft al aan, HBSC is leidend op een manier die niet altijd klopt. Ja, ik had een goed HBSC, maar met diverse hypo's per dag. Dat is het nadeel van het HBSC, toch? Ik had voor mijn eindexamen VWO een 7 gemiddeld en een 3 voor wiskunde. Nee. Dat moest ik een keer overdoen. Ja, dus dat zegt niks. Dat HBSC is mooi als je nog hoog zit. Dan wil je namelijk insuline extra kunnen kiezen, zodat het daalt. Ja. Maar als je zeg maar in de buurt van de 50 gaat komen, 7,5, 7, dan moet je gaan kijken naar andere dingen, zoals wat we al noemden, de tijd tussen die waarden. De timing range. En ook naar hoeveel te laag of hoeveel te hoog er is. Ja. En niet te vergeten het schommelen. Het schommelen. Ja. Yes. Zoveel getallen uit die apparaten, daar kun je een schommelfactor aan geven. Ja. En die is best belangrijk. Ja. Nou ja, ik weet, ik heb altijd de laatste jaren redelijk rond die 50 gehobbeld. Rond de 7, dus 6,7. Nu met die 670, mijn time range gewoon met 15% is toegenomen, heb ik nog steeds hetzelfde HbA1c. Ja. Maar mijn hypers en hypo's zijn er wel nagenoeg uit. Ja. Ja. En dat is goud, toch? Dat is goud. Dat is echt goud, yes. Ja. Hey, nog meer opmerking. Jelmer Fokkema geeft aan, dit wordt tijd voor een diabetesbudget in plaats van standaardvergoeding. Dat je zelf... dat is wel een punt. Kijk, maar daar moeten we met elkaar ook wat van maken. Kijk, als je heel bot kijkt naar wat de getallen in Nederland... Met elkaar heb je het dan over behandelen, patiënten? Patiënt en behandelaar. Ja. Als je naar Nederland kijkt, en je kijkt gewoon naar de totale kosten, en je pakt iedereen eruit met diabetes type 1 en type 2, dan zie je dat kinderen met type 1 in Nederland rond de 10.000 euro kosten. Per jaar. Ja. En dat is alles met diabetes, dus niet de enkels en de slotneus. Nee. En volwassenen 8, 9, als ze zwanger worden, vrouwen ook 10. Dat gaat door tot de complicaties beginnen. Ja. Dan wordt het hoog en het geruststellend is dat als we allemaal oud worden, we allemaal even duur worden. Yes. Maakt de aandoening niet meer uit. Nee. Okay. Maar dat betekent gewoon dat we best over budgetten durven praten, maar dat we dan ook goed moeten kijken. Het is dure zorg, hè? Nou ja, dus als je 10.000 vergelijkt met je premie, is gelukkig hebben we verzekering, zou ik zeggen. Ja. En dat weten verzekeraars ook en die kijken er ook wel naar. Die zijn ook wel aan het kijken van... Kunnen we dat veel beter doen door naar die uitkomst als doel te kijken in plaats van alleen de kost. Ja. En dat doen we volop met hun en dat kan bij diabetes gelukkig ook makkelijk, omdat we alleen maar diabetes doen, we weten ook wat het kost. Ja. Maar dat zijn wel stappen die heel belangrijk zijn en waarvan je dus ook niet moet gaan verwachten dat er opeens 10.000 bij komt. Nee. Dus dan zullen we iets anders niet moeten doen. Maar als wij nu de zorg slimmer gaan doen en met betere uitkomsten minder complicaties, dat is natuurlijk interessant ook voor onze zorgverzekeraars. Ja, zeker. En dat kan ook, want die techniek maakt het mogelijk om minder vaak te komen. Ja.
andere manier te kijken. Ja. En wij zijn de duurste factor van de zorg, personeel. Het personeel. Ja. En dus als we daarin kunnen schuiven, nou, dat is een fantastische oplossing. Nou, dat is ook wel wat Orietta van Sensorvergroening had uitgezocht, ook samen met ook documenten van jou. Ook door patiënten zelf wordt nog wel eens gezegd, nou, het is ook wel hele dure zorg hè, die wij vragen. Maar in de long term is sensor duurder dan... De kosten zitten in later in het leven, in complicaties. Ja. Als je dit gaat uitrekenen, dan zou je zeggen, waarom doen we het niet helemaal meteen allemaal anders? Dus ik hoef niet, sorry, te blijven zeggen omdat ik zo'n duur systeem gebruik, zeg maar. Nee, als je dat op langere termijn gaat kijken en je voorkomt, of je stelt uit, 10 jaar iets uit wat je ooit gaat krijgen, nou... Dat is, dan ben je spekkoper hoor, dat is zo geregeld. Yes. Maar, en daar komt nog bij dat techniek altijd iets is wat in de loop van de tijd goedkoper wordt. Dus dat verwachten we ook. Ja, dat verwachten we ook, hè. Ja. Yes. Hey, Anne geeft aan, dat is een terechte, want die herkennen wij ook. Anne Jacob zegt, hey, voor de een werkt een closed loop systeem fantastisch, maar voor de ander juist helemaal niet. Waar ligt dat nou aan? Nou, omdat we nog geen closed loop hebben, dat zijn de hybrid closed loop. Ja, dat is. Dus ik denk dat we nu nog even moeten zeggen, wat er nu is niet voor iedereen geschikt. Ja. Ja. Kijk, op het moment dat je iets op je arm plakt en je loopt weg en het werkt, dan praten we over wat anders, closed loop. Maar de systemen die er nu zijn, hebben allemaal nog checks en balances nodig, continu. En dat moet je kunnen, moet je willen. En we merken ook dat er andere aspecten meespelen. Ja, want dat is ook haar vraag. Wat bepaalt nou voor welke patiënt dit wel werkt en wat niet, waarom het niet werkt? Ja, ik denk dat dat te maken heeft met hoeveel... De systemen hebben algoritmes. Mm-hmm. En algoritmes zijn nogal vaak tegenwoordig nog wel op gemiddeldes gebaseerd. Yeah, okay. Daarom kun je hele jonge kinderen er nog niet mee behandelen. Nee. En je zou je ook kunnen voorstellen dat een lage dosis of een hele hoge dosis iets voor aardig in de buurt komt. Okay. Dus daar moet verfijning aan de technische kant komen. Maar wat we ook al gemerkt hebben, is dat ook mensen moeten gaan leren wennen om met zo'n systeem om te gaan. Want misschien kun je dat beter vertellen, maar... Er gaat een alarmpje. De zet die je wil geven als je waarde omhoog gaat, die kost bij jou in je brein een halve seconde en dan heb je wat gedaan waar je later misschien spijt van kreeg. Ja. Daar hebben we ook wel eens over gehad dat die techniek dat toch beter kan. Maar het gevoel van jou zegt, het moet nu. En die pomp heeft er langer voor nodig. Andere manier leren denken en kijken. Yeah. En heel sporadisch komt het voor dat er mensen zijn die voor het materiaal wat gebruikt wordt, niet alleen de pleisters, maar het materiaal, ook nog een probleem hebben. Echt gevoelig, ja. En dat kunnen we nog niet van tevoren testen, hè? Wat eigenlijk natuurlijk anders hoopt. Nee, want hoopt, het ontstaat natuurlijk pas in de loop van de tijd. Dat gaat niet na één keer vaak gebeuren. Nee. Maar dat zijn wel dingen om over na te denken en om ook te durven switchen. Dat je denkt, van, nou, dit werkt niet voor mij, wat gaan we doen? Ja. Daar leren wij ook nu veel dingen van. Op Hey, we gaan door naar de volgende. Je moet even goed op je geluid letten, Henk-Jan. Want je krijgt door dat je niet altijd helemaal goed te verstaan bent. Petra vraagt, mag je stellen dat diabetes LADA... LADA is gewoon een type 1, maar op latere leeftijd, toch? Of niet? Ja, simpel gezegd is LADA een aparte hoek van type 1 land. Oké. Okay. Type 1 land hebben we dus over. Dusdanig moeilijk instelbaar is dat je dan in aanmerking zou kunnen komen voor CGM? Nee, LADA is op zich niet altijd moeilijk instelbaar. Het is wel een ziekte waarbij juist het soms zo is dat je met minder insuline al veel bereikt in die beginfase. En dan is een bescherming van de vangrail, namelijk dat je geen hypo's krijgt, met een sensor wel heel erg belangrijk. Ja. Want dan kan je nog wel eens overshoot doen, hè, dan te veel insuline en dan naar de hypo glijden. En dat is eigenlijk bij elke vorm van diabetes natuurlijk de reden voor de sensor. Dat is niet alleen, kan ik een mooie gemiddelde krijgen, maar beschermt het systeem mij ook voor uitglijders. Dus dat is denk ik een belangrijk punt. Is voor iedereen met een slecht instelbaar type 1 diabetes, is voor iedereen, ik gooi maar een kreet, is voor iedereen een CGM zinvol en helpvol? Ik denk het wel. Ik denk alleen dat er heel veel educatie in zit om de persoon toegepast. Ja. Niet de algemene educatie, maar waar loop jij tegenaan bij je CGM en hoe gaan we dat dan nog steeds met elkaar fixen? Ja. Dat blijft voorlopig wel, denk ik, totdat er heel veel dingen uitkomen. Wat een continue meting geeft, is zoveel beter dan dat incidentele gemeet, waarvan je zelf ook nog vaak denkt, nou, ik voel me al hoogste, laat maar even. Maar de manier waarop die stijgt, waarop die daalt, dat inzicht met een sensor is zo ongelooflijk goed. Dankjewel. Dat weegt bij, eigenlijk zou dat voor elke vorm gewoon
standaard moeten zijn. Als je insuline gebruikt, moet je eigenlijk niet meer zonder moeten doen. Nee, nee. Hey Sandra, geef het ook aan. Ik kijk nu even naar jou, Nienke, want jij zit ook in de Facebookgroep, hè, ook van de 670-G'ers. Maar ik hoor in een diabetes Facebookgroep toch ook mensen die door de 670 slechtere time in range hebben en die zich slechter voelen ingesteld dan toen ze in de manuele modus zaten. Hoe kan dat? Ik denk, heb jij daar een idee over? Heel stiekem, ja, dat men toch te veel doet. Toch te veel aan de knoppen zit, toch te veel touwtjes in de handen wil hebben. En het is echt, ik weet zelf, je hebt echt een mindsetverandering. En daar moet je echt de tijd voor nemen. Dus dat is eigenlijk ook waar jij het over had, Henk-Jan. Ja, echt jezelf op je vingers tikken. Het is een secuurder systeem, maar daardoor ook gevoeliger. Geldt ook voor de sensor. Als ik dan even over de 670G praat. En ik merk ook, als het eventjes verslapt en eventjes minder goed oplegt, dan tikt het systeem je 10 keer zo hard op je vingers. Yes. En dat doet hij eerder dan de systemen hiervoor. Ja. Ja. Maar we hebben ook mensen die daarvoor op een ander systeem zaten, ook van verschillende merken. Ja. En die zo goed waren met het regelen, dat hebben wij de pen soms ook, mensen die dat zo goed kunnen, dat die techniek voor hun niks toevoegt niks eigenlijk. Toevoegt. Nee, dus klopt. Dan voor jouw doel wat je wil behalen, is dit dan niet een goede oplossing? Ja, ja, dat zit hem al in de, in de setting, die waarde, de doelbloedsuiker, die is al relatief hoog voor sommige mensen. En dan moet je al compromissen sluiten van oké, dan start ik wat hoger 's morgens, maar dan heb ik minder schommelingen. Ja. Dat kunnen allemaal overwegingen zijn, hè? Begrijp me goed. Voor sommige mensen is dat heerlijk als die schommelingen weg zijn en nemen ze een nuchtere waarde ietsje hoger voor lief. Maar er zijn ook mensen die vinden dat vreselijk, die vinden dat lastig omdat ze dat meteen als ze op de fiets zitten al merken. Ja. Dus dat zijn individuele dingen die we nu nog niet in het systeem hebben zitten. Maar dat zal zeker gaan gebeuren. Ja. Je hoort nu ook niet alleen hypo's en hypers, maar gewoon van het feit van hoog naar heel snel naar normaal zakken, dat je ook echt zo'n inkakmoment krijgt. Ja, dat je denkt, jeetje, gebeurt hier? En dan stuit je uiteindelijk op een normaalwaarde. Ja. Maar heb je zo'n vrije val even gehad, dat je echt, nou, dan kan je jezelf opvegen. Ja. Dat is weg. Ja. En dat is niet alleen bij hypers en hypo's, maar ook dat stuk ertussen, dat je echt zoveel beter voelt. Ja. Ik kan me niet heugen wanneer het de laatste keer is geweest dat ik echt zo'n inkakmoment had. Terwijl je dat daarvoor eigenlijk af en toe wel had, dat je dacht, nou, ik kom wel gewoon door, het gaat wel goed. Dus het is niet alleen hypo's en hypers, maar ook de momenten ertussen die echt veel waarde geven. Juist toch? Ja, juist, absoluut. Ja. En de systemen die op de markt komen hebben allemaal net wat andere features hierin. Ja. Dus het zou ook nog kunnen dat sommige mensen bij het ene systeem wat meer gevoel hebben dan bij het andere. Ja. En dan kun je met je team natuurlijk gaan bekijken wat zijn de verschillen en de overeenkomsten en wat is voor mij de beste keuze. Yes. Hey, José vraagt, er is in de omgeving van Groningen veel te doen geweest om die Tandem, de nieuwste pomp, die gaat komen. En er is ook daadwerkelijk een vraag, wanneer komt die? Jij weet het, hè, Henk-Jan? Ik weet het niet. Jij weet het niet. Ik weet dat er 6 mensen in Groningen mee gestart zijn. Ja. Dat met verzekeraars. Wat is de Tandem X2 Slim? Wat doet die? Dat is gewoon een insulinepomp. Een hele goede, prima pomp, niks mis mee. Maar de software daarvan is upgradable. Dat komt trouwens bij alle pompen waarschijnlijk. Dat gaat een keer komen, hè? Dat je software maar kan. Maar wat er nu komt is eigenlijk een pomp die de hypo's kan voorspellen. Okay. Control IQ heet dat, softwarepakket wat erbij komt. Die bij andere farmaceuten die er al was, die zeg maar. En binnenkort in Amerika is men ook gestart, dat heet Basal IQ. En in Amerika is men het gestart met Control IQ. En dat is de versie die ook de bovenkant gaat aansturen. Wanneer dat in Nederland komt, weten we nog steeds niet precies. Want dat heeft te maken met dat het bedrijf en de importeur bezig zijn met de verzekeraars over prijzen en start. Ja. Dat zal binnenkort gebeuren. Dat zal geen jaar duren. Dat gaat geen half jaar duren. Dat gebeurt ergens binnenkort. Yes. Gebeurt ergens binnenkort. Want Jessica heeft diezelfde vraag, maar die vraagt ook de 780. De opvolger van de 670. Die gaat eraan zitten komen. De fabrikant is daar ook niet geheimzinnig over. Maar weten we wanneer? Nee, we weten dat de studie die de laatste stap is om goedkeuring van de Amerikaanse overheid, de FDA, te krijgen, gedaan is. Dat nu bewerkt wordt. Maar er gebeurt niks zolang dat niet rond is. Ja. Dus dat kan ergens in het voorjaar zijn, kan in de zomer zijn, kan ook na de zomer zijn. Ja. En we weten wel dat ze in Europa snel een stap kunnen maken dan. Yes, okay. Maar hoe snel die stap is, is eigenlijk afhankelijk van een heleboel processen die nu in gang zijn. Ja. Want ik krijg nu de laatste tijd, en misschien herken jij die ook wel, Nienke, regelmatig de vraag, ik mag van rond de zomer weer een nieuwe pomp gaan uitzoeken. Wietske, moet ik wachten op het nieuwe systeem? Nou, dat antwoord hebben we eigenlijk al gegeven. Je moet goed nadenken over wat voor jou wat wil je? Het doel is van de behandeling.
De echte closed loop is er nog niet. Nee. En, dus je hebt nog even na te denken over de hybride versie daarvan. Die heel veel voordelen kan bieden, maar waar je wel van moet bedenken van past het bij mij. Zoals net ook al door een van de mensen werd gevraagd. Van, ja. Dat werkt soms niet. Nee. Hoe komt dat? Hoe komt het? Nou, dat is, soms moet je daar een keuze in maken en rondzoeken. Ja, yes. Vraag, komen er ook een keer onderhuidse CGM-systemen? Ik lees, heel veel mensen hebben last van pleisterallergieën. Nou, en is daarom, al een en daarom twijfelen veel mensen om op een CGM over te stappen. Ja. De Eversense. Er is één onderhuidssysteem dat een half jaar kan zitten. Ja. Dat is een capsule die onder je huid wordt geplaatst en dan ook weer uit moet. Ja. Wat over het algemeen makkelijker is dan iedereen de eerste keer denkt. Klinkt als een operatie, maar dat valt mee. Er worden meer van die systemen gemaakt, maar en die zijn ook best goed. Maar die communiceert nog niet, toch, met een pomp? Nee, die kan. Nee. Nou, dat nog niet, maar nog niet, dat is natuurlijk te verwachten. Ja. En het voordeel ervan is, je moet nog wel een apparaat plakken, maar omdat dat niet de sensor is, kan het los en heeft het minder hechtings, minder pleisterplak nodig. Ja. Dus het heeft voordelen en bij sommige mensen is ook het hebben van een sensor, als je vuilnisbakken de hele dag moet tillen. Tegen je buik aan, dan is een sensor daar niet handig en kan niet altijd ergens anders. En dan zullen zulke sensorsystemen ook handig zijn. Dus eigenlijk is het, we weten nog niet dat het gaat komen, maar we kunnen er misschien wel op gaan wachten. De veronderstelling is dat dat wel gaat komen. Dus. Nou, er is dus één, dus als je echt met dat probleem zit, bespreek met je team of dat iets voor jou tuurlijk. Is. Ja, ja. En het andere punt is, ik denk dat er sensorsystemen niet alleen onderhuids gaan zitten, maar ook langer meegaan. Kijk, uiteindelijk zou je iets willen hebben wat heel lang meegaat, maar dan praat je over het implanteren echt. Mm-hmm. En dat kost nog veel meer moeite en tijd voordat dat er is. Ja. Ik zou al heel blij zijn, en ik weet dat dat ook in ontwikkeling is, als een slangetje van een pomp en een sensor één of twee weken zou zitten. En dat in één zit. Ja. Dat hebben we al eens getest, dat komt eraan, maar dat duurt nog even. Maar dat zou ook al een heleboel schelen, in plaats van elke drie dagen een week. Ja, onwijs toch? Ja. Hey, Nienke, Maaike geeft, je zei net dat het niet goed instelbaar zijn met de 670G. Jij zei net dat licht aan iets te weinig op je handen zitten. Zou kunnen. Zou kunnen. Ja. Dus je zegt niet dat het zo is. Nee. Zou kunnen. Oké. Of is het toch niet elke diabetes hetzelfde? Ook dat. Ook dat. Ja, dat weten we. Dat is toch zo. Ja, dat is zo, zelfs bij één persoon door de tijd anders. Als je ziek bent geweest, andere gevoeligheid hebt voor insuline, als die heel snel wisselt bij jou, de gevoeligheid, dan zou het zomaar kunnen dat het ene systeem een betere oplossing is dan het andere. En dat kunnen we nu nog niet van tevoren testen, welk systeem het best bij jou zou passen? Hè? Niet heel goed. Nee. Je kan natuurlijk, als je zo'n wat ik net liet zien, zo'n verschil in de nacht. Ja. Als je dat bijvoorbeeld ziet aan ochtendwaarts bij iemand met een pen, of je ziet het aan de bazaalstanden dat die continu moeten schuiven, dan zou je kunnen zeggen dat de kans dat je met een systeem het beter doet wat groter is dan wanneer je met je pen of met je pompsysteem een heel makkelijkere situatie hebt. Maar ik denk dat jij ook nu nog wel eens nachten hebt dat je denkt, dat lijntje had strakker gekund. Ja. Dat is mijn frustratie. De streefwaarde die ik nog te hoog vind. Maar dat schijnt met nieuwe systemen meer aanpasbaar gaan zijn. Daar heeft ook iemand een vraag over. Moet je met dat nieuwe systeem stel, we hebben het nu over die 780, niet meer kalibreren. Nou, dat is nog niet aan de orde, toch? Voor die 780 is dat nog niet aan de orde. Nee. Er komt wel een sensor ook ergens de komende 1, 2 jaar die met één kalibratie aan het begin genoeg heeft. Oké. Welke is dat? Mag je daar een naam aan? Van de 780. Ach, van de 780 ook wel. En we weten van de andere sensoren, van Dexcom en dergelijke, die zijn niet meer hoeven niet gecalibreerd te worden. En waarom dat soms moet, is dat als je de insuline op wil afgeven, dat de nauwkeurigheid goed moet zijn. Ja. En dat je zeker moet zijn dat die het ook blijft. Ja. We drukken dat in de zorg uit met de zogenaamde MART-waarde, dat is zeg maar de gemiddelde waarde die iets zegt over hoe goed die is en hoe nauwkeurig die is. En die moet onder de 10 zijn. En liefst moet die 6 zijn. Maar zo goed zijn die sensoren nog niet. Nee. Dus de schommelingen in die sensor moeten zo weinig mogelijk zijn. Dus kalibraties zijn er niet om je te pesten, maar om het systeem betrouwbaar te houden. Heb jij de moeite mee om een vingerprik te doen te kalibreren? Nee,
Ik heb geen moeite met de vingerprik aan het kalibreren. Ik krijg er moeite mee als hij zegt kalibratie ongeldig. Maar dat is meer de techniek dat ik denk. Je zou willen dat de techniek het altijd ondersteunt. En dat is niet altijd het geval. Ja. En dan word ik geïrriteerd. Ja. Net zoals dat ik geïrriteerd word als mijn pomp leeg is. En als ik de sensor moet vervangen. Ik ben niet heel snel chagrijnig. Ik hoop niet dat mijn vriend nu kijkt trouwens. Die zal er vast iets heel anders over zeggen. Maar als het systeem leeg is of ik moet het vervangen. Of ik krijg een sensor update. Dan is Wietse even strontzagrijnig. Ja. En dat merk ik wel. Dat is natuurlijk anders dan met de technologie. En daar stelt Anne nu ook over. Af en toe, zelfs ik, waarbij het nog nooit zo goed is gegaan met de technologie als dat het nu met mij gaat, in mijn 36-jarige type 1 carrière, heb af en toe ook nog wel een beetje heimwee naar de eenvoud van de pen. Die deed het gewoon altijd. En geen alarmen die afgingen. We gaan niet vragen wat mijn HBNC, weet ik veel, toen allemaal was. Maar die eenvoud en het toch het gevoel van het zelf in de hand hebben. Even wachten. Nog even wachten. Daar gaan we dus weer naartoe, hoor ik jou zeggen. Nou, dat is natuurlijk wel de bedoeling. Dat die eenvoud weer toeneemt. Maar aan de andere kant moet je ook met wat er nu is een afweging maken. De 780 kan bijna alles zelf. Zelfs koolhydraten. Ja, ik hoorde zelfs tot 90 gram koolhydraten. Top. Dat je die niet meer hoeft in te voeren. Maar als je daar tegenover moet kalibreren en je hebt daar ontzettend de pest aan, dan moet je misschien denken of een ander systeem dan wel voor jou meer geschikt is. Ja. Tot dat ultieme ding er is. Dus dat moet je afwegen en bespreken. Ja. En dat is eigenlijk hetzelfde. Kijk, je loopt altijd achter. Het is met de mobiele telefoons ook zo geweest. Je hebt een nieuwe en net als je die gekocht hebt en een goede deal vond, heb je eigenlijk al begrepen dat door de nieuwe deal een goede deal betekent dat er een nieuw model kwam. Ja. Dat is een lastig punt. Maar denk daar toch steeds bij na over wat heb je als doel in. En als je doel is, ik wil nooit meer prikken. Dat is een ander doel dan, ik wil de beste timing range. Ik wil de beste timing range. Ik vind je verlegt je grens steeds. Ja, weet je? Ja. Je gaat van de VO naar de 640 met sensor. Dat je al denkt, hij stopt als ik laag zit. Ja. En nou is het van, hij voorkomt dat ik hypers en hypo's heb. Maar ik wil de volgende stappen vast voor hebben, want ik wil nog beter. En daar is het beste van onszelf natuurlijk ook wel een beetje mee. Is ook zo. En je bent snel aan iets nieuws. Hè? Ja. Ik bedoel, ik realiseer me nu, en ik ben echt super blij met die 670. Voor mij werkt die gelukkig wel erg goed. Maar dat ik nu al wel weer aan een upgrade, aan een nog iets verfijnder en mooier systeem zou willen. Ja, maar ik hoorde jullie net praten over een bloedsuiker van 17, wat uniek hoog was. Ja, ja. En 5 jaar geleden was dat voor jou eigenlijk iets wat je toch regelmatig tegenkwam. Ja. En laten we ook wel wezen, je bent snel gelukkig aan iets wat zo mooi werkt. En waar zoveel voordelen blijkbaar in zitten, dat je niet meer terug wil. Dus ik snap je punt wel van, ik ben toe aan eenvoud. Maar denk ook even aan je gezondheid, over je toekomst en om de mogelijkheden die nu zijn met absoluut. De behandeling. Nou, ik denk ook niet dat er frustratie zit en dat je iets moet doen voor je gezondheid. Maar meer dat je gestoord wordt op momenten dat je dat dus niet wil. Je wordt gestoord in je dagelijkse dingen op het moment dat je denkt, nu even niet. Pomp leeg in de vergadering, moet dat nu? Ja, ik had natuurlijk vanochtend al moeten zien, maar... het was even druk. Dat is denk ik de grootste frustratie. Dat ding aandacht vraagt op het moment dat jij gewoon met je dagelijkse dingen bezig bent. Ja. En als dat weg kan, dat is het ultieme. Dan hebben we jullie als patiënt vooral bij nodig om daar goede ideeën over te krijgen. En input. En een aantal patiënten doen dat zelf. Hè. Die zijn voor zichzelf begonnen. Ja. Hey, Mariando geeft aan, in mijn ziekenhuis zijn de sensoren op. Maar kom er wel voor in aanmerking. Wat moet je dan doen? Dat heeft met budget te maken. Ja. Er wordt nu hard gewerkt of dat sensorbudget naar de hulpmiddelen gaat. Met alle voor- en nadelen van dien. Het voordeel is dat het dan beschikbaarder wordt. Ja. Het nadeel is dat je dan per verzekeraar regels zult krijgen over wat er mag en wat niet. Mm-hmm. Maar er is wel beweging in. Dus ik hoop dat dat in de komende maanden stappen in worden gezet. Ja. Dat zal ergens in het voorjaar zijn, zodat in het volgende jaar dat meegenomen kan worden in de organisaties. Ja. Maar zijn er dingen die je kan doen als je vanuit je ziekenhuis geen sensor krijgt? Nou, kritische vragen stellen, omdat in principe de sensorbehoefte bekend is. En daar zijn de verzekeraars ook zo goed in geweest hoeveel sensoren ze mochten gaan gebruiken. Ja. En als het ziekenhuis dan nee zegt, dan moet je toch wel even goed gesprek denken voeren over waarom is dat? Want jullie hebben toch een toelage gekregen om dat te doen. Ja. Kijk, het kan zijn dat te veel mensen een sensor kregen, dat het ziekenhuis te langzaam is met onderhandelen daarover. Ja, dat ze het niet slim hebben ingekocht.
dus. Bijvoorbeeld. Ja. Ja. Andersom ook, er zijn ook patiënten die een op de sensor zouden mogen, maar niet willen. Ja. Dus als jij bij een behandelaar zit en zegt, ja sorry, je komt er niet voor een aanmerking, kan je ook kijken of er mensen zijn in het team die niet op de sensor gaan, die wel vergoed zouden mogen worden. Mm-hmm. En dan gewoon onderhandelen dat jij die krijgt. Maar dan moet je wel flink steggelen. Maar je moet dus zelf in charge blijven. Ja, maar we hebben dat probleem gelukkig niet, omdat we daar over overlegd hebben met de verzekeraar. Ja, wij als diabetes bedoel je dan? We hebben dan wel als voorwaarde gezet, dan willen we ook zien dat het goed gaat. Ja, dus we hebben de input van patiënten wel hard nodig. Ja. Ja. Maar we hebben geen max. Nee, nou ja, max. We hebben afgesproken met de verzekeraars dat mensen op de sensor kunnen. Als ze ervoor in aanmerking komen volgens de criteria. Ja. En dat we dan steeds kijken, loopt het goed? En als dat goed loopt, dan is er geen max. Ja. 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 En er moet ook, vind ik, een commitment aan zitten van de patiënt. Dat als jij het als een gadget ziet en je gooit het in de hoek, dan vind ik ook dat daar consequenties aan moeten zitten. We praten over 6.000 euro per jaar. Ja. Dus dat is wel iets waar je goed met elkaar over kan praten. Ja. Maar het is geen weggegooid geld als je het goed gebruikt. Nee, absoluut niet. Nee, dat is belangrijk. Dat weten we uit de praktijk. Ja. Hey, Joost geeft al aan, Joost Hart, die zegt, een tip voor ook educatie over nieuwe systemen die gaan komen. Zet juist die patiënten in die het wel weten bij te benen met de techniek. En laat die, dat hebben wij geleerd, ja. Ja, dat is ook heel leuk. Dat is eigenlijk de grootste les, toch? Ja. Nou, wat ik al eens eerder verteld heb, de groep patiënten die ermee bezig was en die elkaar leren kennen in de Facebookgroep of via hier, die ontwikkelden zich zo snel in kennis dat we daar, snel gebruik van moesten gaan maken. Ja. Over bijzondere omstandigheden, sporten, de nachten. Ja, superleuk. Wat doe je bij dit, wat doe je bij dat? Alarm gaat steeds, wat dan? Ja. Ja, en daar hebben we gelukkig met de fabrikanten ook wel goede afspraken over. Dat we eigenlijk in de toekomst steeds meer met de kenners in de strijd gaan. En wat we dan peer-to-peer interactie noemen, dat wordt een steeds groter, steeds belangrijker deel. Ja. Dat weten jullie, dat hoef ik niet uit te leggen. Nee, maar er gaat ook van ons uit, toch wel, nu kijk ik even recht de camera in. Want we gaan patiënten die daar hierover mee willen praten en over mee willen denken, best wel hard nodig hebben ook de komende tijd. Dus hou, als je daarin geïnteresseerd bent, zeker onze Facebookpagina over in de gaten. Want we gaan waarschijnlijk oproepen kopen voor patiënten. Of je nou bij ons onder behandeling bent of niet, dat maakt niet uit. Maar hoe moeten we de nieuwste technieken die eraan zitten te komen, hoe moeten we die gaan uitleggen aan onze behandelaren, maar vooral ook aan patiënten die over willen stappen op deze techniek. Dus ik word daar heel blij van dat soort dingen, toch? Ja, rollen worden omgedraaid. Wat we ook graag willen horen is, hoe zie jij de zorg ontwikkelen? Wat, zou je wat heb jij nodig in de zorg? Nodig hebben straks. Ja. Ja. Dus hou daarvoor, als je daarvoor geïnteresseerd bent, onze Facebookpagina in de gaten. Hey, Marleen van Dam zegt ook terecht, nu de techniek zo hard gaat, waar staan we over 10 jaar? Nou, ik vind dat is, vroeger zouden we lachen, maar dit is een hele terechte vraag. Ja. Wij maken tijdens de koffie al wel grapjes naar onze collega diabetesverpleegkundige. Of je moet techniek superleuk gaan vinden, of je moet je laten omscholen. Of een beetje er is denk ik steeds behoefte aan een goed gesprek. Dat blijft. Alleen dat gesprek zal niet elke 3 maanden gaan plaatsvinden, dus de zorg gaat veranderen. Ik denk over 10 jaar... dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat wat we nu als, kom weer met de vergelijking, zeg maar als Schiphol doen, je landt, elke keer moet je landen, want je benzine is op of je hebt een passagier. Gaan wij gewoon blijven vliegen als patiënten en als het nodig is, gaan we pas landen. En wij als diabetes of zorgcentrum worden het vluchtleidingscentrum. We worden niet meer de luchthaven, je moet langs, want dan krijg je bij ons alles. Nee. Maar wij gaan met elkaar kijken naar de data, is het nuttig om iets te doen? Daar zitten de glucosehandelingsdingen in, die kunnen voor een groot deel dus met data vanzelf. Ja. Maar er zullen ook momenten zijn dat iemand zegt, goh, we moeten naar je schildklier kijken. En dan zul je dus misschien soms langs moeten komen. Maar je zou je ook zomaar kunnen voorstellen dat de Uber-taxi dat bij jou thuis komt doen. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat we daar niet 10 jaar op gaan zitten wachten met alle nieuwe ontwikkelingen die eraan zitten te komen. Nee, ik denk als je heel reëel kijkt naar wat er aan closed loops aan het ontstaan is, dat je met een termijn van 3 tot 5 jaar dit moet zien veranderen. Ja, hè? Ja. En dat we dus als speer in de zorg moeten gaan kijken, hoe pakken we dit aan? Ja. Hoe doen we dat met data? Hoe doen we met afspraken? Hoe gaan we dat met bezoeken doen? Ja. Wat doen we met de ruimte hier? ik ga wat ver, maar het zijn wel dingen waar we echt mee rekening gaan houden. Is wel zo, ja. Yes.
Hey, 2020, vorig jaar januari heb ik een gesprek gehad met Henk Veese hier toen, wat hij verwachtte, wat hij spannend vond aan 2019. En dat was de 670 toen, dat was echt wel een big item, dat is pas een jaar geleden. Wij zitten hier nu januari 2020 en we hebben net een lijst opgenoemd van wat er aan zit te komen. Als mens zijnde, als arts zijnde, als wetenschapper, onderzoeker, waar word jij het meest blij van? Wat is jouw grootste... Nou, het grootste doel wat wij zien, het grootste blijmaker is die techniek. En dat noemen wij cloud care. Wij gaan echt de cloud in. We gaan de zorg, de data naar binnen halen. Mm-hmm. En we gaan de bezoeken veranderen in andere contacten. Niet voor de mensen die dat nodig hebben, die blijven gewoon komen en contact houden. Maar als het lekker gaat en die techniek werkt goed, dan gaan we nieuwe diabeteszorg neerzetten. Ja. Dus dat is ook wat, Maaike geeft het hier ook aan, het gaat nu eigenlijk zo lekker met mijn 670. Ik hoef niet meer zo vaak naar mijn arts toe te komen. Ja. Dat gaan kijk, in ruil daarvoor vragen we om de data met elkaar te kunnen bespreken. Ja. Want we moeten de verantwoording afleggen, blablabla. Maar dat kan heel goed. De systemen gaan dat ook niet meer met een upload doen, maar die gaan het zelf gewoon doorgeven. Ja. Dus we gaan met elkaar afspreken, hoe staat jouw systeem? Stuur je het elke week? Gaan we per maand? Gaan we per dag? Gaan we per puntje? Ja. En dat wordt de afspraak. En daarmee ga je met elkaar afspreken. Oké, dan gaan we het op die manier doen. We gaan computers laten kijken naar die getallen. Die kunnen dat voorsorteren. En dan gaan wij bellen. Ja, komt de eerste ronde. Eerst gaat de computer dingen schiften en daarna gaan wij ernaar staren? Of niet? Ja, eerst gaan we het sorteren. Hè? Is het probleem? Ja. Is er geen probleem? Ja. Klaar. Ja. Zijn er relatief veel hypo's? Zijn er veel hypers? Zijn het allebei? Is er een verhaal bij? Mm-hmm. Komt dat door ziekte? Ja. Ja. En op die manier ga je kijken van met elkaar, met de patiënt bedoel ik dan, van wat zullen we doen? Ik heb carnaval gevierd, oké, klaar. Ja, prima. Was het leuk? Vragen we dan. Ja, was het leuk. Heel goed. Yes. Vroeger kreeg je als centrum meer tijd voor een sensorbehandeling. Maar dat, ja, ik zeg altijd, joh, ik kom hier één keer in het jaar, hoeveel tijd heb je voor me nodig? Nou, dat voorbeeld hebben we ook gehad toen de Dexcom kwam. Toen dacht iedereen van, hoe gaan we dat uitleggen? Ja. De verpleegkundige vroeg toen ook, is er een instructie voor ons? Ja. En toen zei die meneer van, nee, ik heb helemaal niet nodig, ik kan de patiënt zelf. Ja. En zover komen we steeds meer. Alleen, soms heb je vragen, soms wil je dingen weten, soms wil je een jaargesprek hebben over waar gaan we heen? Wij, patiënt, wat zijn de doelen? Dat zijn de dingen waar je en we krijgen alvast wat enthousiaste aanmeldingen van Anne en Maaike geven wel aan. Wij praten graag mee. Dat is wel tof, toch? Dat vind ik ook een stuk. Dat ik denk, oh, dit is ook voor ons als patiëntengroep. Geeft dat ook weer nieuwe kansen. En nieuwe omdat wij in plaats van hoe jullie ons gaan vertellen hoe het zou moeten, dat wij nu eens gaan zeggen wat wij nodig hebben. Ja. Dat is echt, dat is echt anders dan aan het begin, dan 10, 15 jaar geleden. Dat is helemaal anders dan 5 jaar geleden. Ja, 5 jaar. Ja. Misschien zelfs 2 jaar geleden. Hè? En het zal ook niet één one size fits all weer moeten worden. Nee. Want dat hebben we ook wel geleerd. Dat we dat deze ziekte behoorlijke impact in je leven kan hebben. Ja. Waar je soms andere dingen voor nodig hebt dan goede glucoseregeling alleen. Dus dat moet er ook bij. Ja. Maar het stukje waar we het vandaag over hebben. De regeling van de suiker, glucose. Ja. Dat gaat echt anders gebeuren. Ja. En dat wordt tijd. Het wordt absoluut tijd. En voor het eerst zijn we niet meer zo cynisch. Of het wel gaat komen. En dat vind ik leuk. Nee, maar dat is toch. Daar krijg ik een big smile van op mijn gezicht. Het werd ook tijd, moet ik zeggen. Wat jij net ook inderdaad zei. Nou, het werd tijd. Ik heb ook nog wel schrijnende gevallen. Dat nu met al die nieuwe technologieën. Mensen die sinds een paar maanden aan het loopen zijn. Maar vorige week een mooi gesprek met een meneer gehad. Die eigenlijk zei, die al zo in de complicaties zit, eigenlijk komt het dit voor mij 10 jaar te laat. Ja. En dat is wel pijnlijk, hè? Dat is wel pijnlijk. Ja, maar wel ook een les, dat we ook moeten nadenken over waarom we dit allemaal doen. Ja. Niet omdat de techniek er is, niet omdat de getallen mooi worden, maar omdat we de toekomst kunnen beïnvloeden. Ja. Ja. En de toekomst was vroeger best grim voor type 1 diabetes en die toekomst is opeens anders. Ja. En daar is techniek toch wel een zegening voor, in de zin dat het nu nog wel wat handelingen kost en gedoe, maar dit gaat opgelost worden. Ja. En onze slogan van diabetes nog steeds zorgeloos opgroeien, zeg maar, zonder diabetescomplicaties. Ja. Moeten we daar dan ook wat aan gaan veranderen, aan jullie bedachte visie van het bedrijf? Nou ja, kijk, ik moet altijd wel denken aan de slogan van JDRF, van type 1 naar type G. En misschien moet het dan wel type G worden, dat we gewoon vaststellen dat deze ziekte nog niet te genezen is. Daar zullen we vast ook wel weer een keer over hebben.
Maar dat we wel oplossingen hebben die bij het normale gebied aan het komen zijn. En vroeger hadden we oplossingen die ver van het normale gebied afzaten. Mm-hmm. En dit jaar weten we bijna 30 jaar dat regelen van de glucose op een goede manier je kan behoeden voor een hoop gedoe. Yeah. En dat heeft dus 30 jaar geduurd voor we zover waren. Ja, schandalig, je mag me daarop aanspreken. Ja, maar zo moeilijk was het. Ja, nee, zo moeilijk is het dus. Hè? Ja. Ja, we komen er. Hey, betere zorg is nog steeds ontzettend noodzakelijk. We weten, dat heb je al eerder geroepen, dat pas nog maar 1/3 van de patiënten in West-Europa de streef-HBNC's halen. Ja, we zijn die studie bij die 300.000 mensen met type 1 aan het herhalen op het moment. Ja. Ik hoop dat dat nu beter is geworden. Ja. Dat horen we ergens van het voorjaar. Ja. Okay. En er zijn wel landen waar we het al van weten dat de invoering van de FGM, van de nieuwe pompsystemen, echt wel ertoe gaat doen. Ja, yes. Ja. Daar gaan we mee afsluiten. En een uur, het is echt waanzinnig. Ik heb niet weten dat we net zijn begonnen. Interessant onderwerp. Jacqueline geeft aan, dit biedt hoop voor onze 3 diabeten hier in huis. En dat zeg ik ook persoonlijk vanuit mezelf, dat echt waar die nieuwe technologieën echt hoop bieden. Niet alleen voor mij, maar ook voor al mijn lieve mensen thuis om mij heen, maar ook een groter voor mijn vrienden, familie. En vooral alles begint toch en eindigt, laat vooral zeggen, het begint met goede gezondheid. Ja. En dan is dit, zijn we al heel erg mooi. Dan blijven we bij het puntje komen waar we geheid ook weer opmerking over gaan krijgen. Maar het moet wel vergoed gaan worden. Weet dat wij als diabeter meer dan achter de meiden van sensorvergoeding staan. Wij hopen met ze dit jaar de streep te gaan halen dat ook CGM voor de personen bij wie het past vergoed gaat worden. Want, en daar zijn ook al wat natuurlijk opmerkingen en vragen over gekomen, niet elk systeem past bij iedereen. Dus dat wordt ook daarin wordt het weer zorg op maat. Ontzettend bedankt voor het kijken. Als je ons nog niet geliked hebt, doe dat nog even. Fijn dat jullie met zoveel hebben zitten kijken. En op woensdag 26 februari zijn wij er weer. En dan komen wij net terug van de ATDD. Wat is de ATDD? Dat is het jaarlijkse congres waar wetenschappers, bedrijven en patiënten tegenwoordig met elkaar praten over de nieuwste ontwikkelingen. En wat er is, wat er komt en wat er gaat komen. Yes. Dus op 26 februari gaan wij een samenvatting geven van wat we daar gezien en gehoord hebben. Dus ja, we zullen ook op onze Facebook-site elke dag wat verslag doen. Tijdens het congres. Van wanneer is die ook weer? Februari? Ik zeg 20. In de voorjaarsvakantie. Althans, wij in Amsterdam hebben dan voorjaarsvakantie. Ik weet niet hoe dat de rest in het land zit. Oh. Maar wij zullen vanuit Diabeter elke dag verslag doen vanaf de ATDD. Maar op woensdagavond, 26 februari, zullen wij een samenvatting geven van alles wat we daar gezien en gehoord hebben. Nogmaals, dankjewel voor het kijken thuis. Dankjewel Nien, dat je er was. Zeker. En welkom bij Diabeter als nieuwe collega. Hartstikke goed. Zeker. Henk-Jan, dankjewel dat je er was vanavond. Jullie nog een hele fijne avond en graag tot 26 februari.